de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten is hoger, omdat men daar innovatiever is. Dus per gewerkt uur produceert men meer. Maar ook, en dat is ook een element, in de Verenigde Staten werkt men langer. En Lieke, de feit of fictie gaat dit keer over de rijkdom van Europa. Klopt. Ingrid Thijssen, de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zat vanochtend in het Radio 1-journaal. En daar ging het over de voorgenomen bezuinigingen van 1 miljard van het Rijk op onderwijs en onderzoek. En het bedrijfsleven maakt zich daar zorgen over. En in dat gesprek beweerde Thijssen het volgende. Je ziet bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten, dat die echt een enorme voorsprong hebben genomen in rijkdom ten opzichte van Europa. Dus eind jaren 90 waren we nog ongeveer even rijk. Inmiddels is de VS 30% rijker dan Europa. En dat komt omdat zij zoveel geïnvesteerd hebben, ook in onderwijs en zeker ook in onderzoek. 30% rijker? Ja. Dat vonden wij ook opvallend, dus we zijn het eens gaan checken. Te beginnen bij Steven Brakman, hoogleraar internationale economie in Groningen. En hij zegt dat het inderdaad in de jaren 90 best vergelijkbaar was. Wel was de VS toen al iets rijker en dat verschil is daarna eigenlijk alleen maar groter geworden. Sinds de jaren 90 is dat eigenlijk uit elkaar gaan lopen. Dus je ziet dat in de Verenigde Staten het inkomen per hoofd flink gestegen is. Tot ongeveer $75.000 per hoofd. In Europa is het ook gestegen, maar veel minder. Nou, en het verschil tussen die twee maatstaven in de Verenigde Staten en Europa is op dit moment ongeveer 30-34%. Ja, en even ter verduidelijking, we kijken dus naar inkomen per hoofd van een bevolking als een maatstaf om rijkdom te meten. Oké. Interessant. Dit klopt dus, maar hoe dan? Wat is de oorzaak? Ja, volgens Brakman heeft dat te maken met de arbeidsproductiviteit. Die is namelijk hoger in de Verenigde Staten. De arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten is hoger, omdat men daar innovatiever is. Dus per gewerkt uur produceert men meer. Maar ook, en dat is ook een element, in de Verenigde Staten werkt men langer. Dus het aantal uren dat men werkt is hoger in de Verenigde Staten dan in Europa. En dat uitzicht in een verschil in inkomen per hoofd en ook in een verschil in arbeidsproductiviteit. Oké, maar Thijssen zegt dat het verschil komt door het verschil in investering in onderwijs en onderzoek. Hoe zit dat dan? Ja, daarover belden we Natasja Wagner, hoogleraar op het gebied van internationale economie van de Radboud Universiteit. En we spraken met haar over investeringen in onderzoek. Als ik kijk naar de periode van 2005 tot 2014, dan gaven de Verenigde Staten elk jaar meer dan 1 procentpunt meer uit aan ontwikkeling en innovatie, gerelateerd aan hun nationaal inkomen, dan Europa. Ja, die uitgaven zijn sinds 2014 wel afgenomen, maar nog steeds geeft de VS meer uit. Dat was onderzoek, maar Thijssen noemt ook onderwijs. Ja, daarom spraken we Hein Roefsema, hoofddocent internationale economie aan de Universiteit van Utrecht. Want daar zijn dan weer mille verschillen in onderwijs. Als het gaat om de uitgaven aan onderwijs, zit er ook niet zo heel veel verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland. Het is wel zo dat de fondsen in Amerika veel sterker geconcentreerd op een beperkter aantal universiteiten. En dat daar ook de mondiale top van onderwijs en onderzoek zit. Het is moeilijk te realiseren dat dat in Europa ook ooit zal gebeuren. Ja, hij zegt dus eigenlijk, Europese landen gaan niet zo snel alleen maar investeren in een deel van hun universiteiten, om dan een paar sterke over te houden. Ja, maar onderaan de streep niet meer investeringen dus. Oké, even terug naar die 30%. Als we die achterstand willen wegwerken, graag. Maar hoe kan dat dan? Ja, in ieder geval nu niet die miljard euro bezuinigen, zoals dit kabinet nu wel wil gaan doen op onderwijs, zegt Wagner. Zij noemt het dan ook volstrekt onverantwoordelijk. Omdat we met dit geld aan de universiteiten, aan de wetenschappelijke instellingen, ook bijdragen aan die ontwikkelingen en die innovatie die nodig is om op lange termijn de welvaart in de EU te behouden. Ja, we moeten wel opletten, zegt Roefsema. Het verschil zit hem niet in kennis en onderwijs, maar zit hem in ondernemerschap. Wat doe je met die kennis? Kijk, en dat is wezenlijk verschillend in de Verenigde Staten en in Europa. Zij doen gewoon veel meer met de kennis. Dus het gaat er niet om dat je gewoon nu blind geld in onderzoek gaat steken. Dat moet je niet doen. Je moet het steken in het gebruik maken van dat onderzoek. Oké, Lieke, feit of fictie? Ja, het is een feit dat de VS een stuk rijker is geworden dan Europa en dat het verschil nu ongeveer 30% is. Maar of dat ook vooral komt door de investeringen in onderwijs en in onderzoek is toch een stuk lastiger te zeggen.